Minister Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vandaag een zevental sociale instellingen bedacht met een financiële donatie. Deze plechtigheid vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie. Het ministerie heeft uit de vele sociale instellingen die ons land kent een keuze moeten maken. Volgens minister Dotsen hebben de gekozen instanties baanbrekend werk verricht in de achter ons liggende periode. Het ministerie heeft met deze actie voldaan aan de oproep van de president om de beschikbare middelen aan te wenden voor de sociale instellingen. Minister Dotsen heeft tijdens een onderhoud met de vertegenwoordigers van de instellingen van gedachten gewisseld over hun noden en grieven. Een belangrijk onderwerp dat de vertegenwoordigers hebben aangedragen was de nutsvoorzieningen voor de instellingen. Deze organisaties maken namelijk geen winst en zien op basis daarvan het noodzakelijk dat ze in een speciale categorie geplaatst worden en minder betalen voor de nutsvoorzieningen. Minister Dotsen gaf aan dat dit niet aan dovemans oren is gezegd. Met de energiebedrijven Suriname en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn er reeds afspraken gemaakt hieromtrent. De instellingen die een donatie hebben ontvangen zijn In de Ruimte, Kindertehuis Liliendaal, Kindertehuis Soekdaam, het Blindencentrum SOGK, Woord en Daad en Meisjesinternaat Ballingsula.